Welcome, ladies and gentlemen. My name is Tseerd Bruinja, and I will be your host for this program. Tonight, you will be listening to Janko González from Chile and Peter Verhelst from Belgium. They will both give a reading, and after the second reading, I will have a short talk with them together with the translator, Bodil Kok, who translated the work of González. During the readings, the translations will be projected behind them, as well as some images of their own handwriting. You will also see some pictures that the poets took in their home country. I will introduce the poets to you both in Dutch and English, and a talk at the end will be in English. Janko González is een scherp en ongenadig observator, en misschien is dat wel de voornaamste reden dat de grens tussen kunst en wetenschap, en meer specifiek tussen poëzie en antropologie, in zijn gedichten soms erg poreus lijkt. Zijn werk gaat over uiteenlopende en misschien onpoëtische onderwerpen, zoals wetenschappelijk onderzoek naar gemarginaliseerde jeugdgroepen of xenofobe en racistische discoursen. Zoals zijn tweede bundel, Alto Volta, waarin een Chileense vrouw haar Chinese hulp toesnauwt. Noem me geen vrouw, noem me Carmen, maar niet Kammen, zoals jij doet. Zelfs Rotterdammer Pim Fortuyn komt voor in het werk van González in een gedicht over de beeldvorming rond immigratie. In zijn laatste bundel, die onder andere geïnspireerd werd door de zelfmoord van de Russische dichteres Marina Tsvetaeva in 1941, staan door bevriende dichters geschreven necrologieën van de González zelf. Het getuigt van de schrijnende humor waarvan zijn bundels doorspekt zijn en van de unieke wijze waarop hij het maatschappelijke persoonlijk weet te maken. Janko González is a sharp, merciless observer, and this is perhaps the main reason the boundary between art and science, and more specifically between poetry and anthropology, sometimes seems porous in his poetry. In his second collection, Alto Volta, González used the former French colony of Haute Volta in West Africa as an imaginary operating table, dissecting a revealing collection of xenophobic and racist discourses and other languages of exclusion. One example is that of a random Chilean woman who, when addressed by a cleaner or nanny as Mrs. Carmen, is oblivious to the fact that her China feels insulted when she snaps back, "Don't call me madam, call me Carmen, not common, the way you do." González's most recent collection, Elabuga, takes its name from the Russian town of Elabuga, where poet Marina Tsvetaeva committed suicide in 1941. She hung herself, and the work is dedicated to that macabre deed, suicide by hanging. González reads a form of resistance into it. In one interview, he calls it a way of correcting life, but not so much individual life as social and civic life. The end paper contains obituaries of González written by poet friends. They demonstrate perfectly the cutting humor his collection is peppered with, and the unique way he turns the social into something personal. Please give a warm hand to Janko González. As Pedro Vargas said, I'm very grateful por el cariño, el corazón, los brazos abiertos de todo el equipo que ha organizado esta maravillosa jornada y esta maravilla de festival. I big thank you to all the team. Que no quiere morir como un perro, nadie quiere morir como un perro, todo ser humano merece no morir como un perro, ha vivido como cerdo y no quiere morir como un perro. Ejemplo. En el atrio del pueblo hay un ciruelo añoso. Todas las primaveras brotan renuevos. Los pasaportes viejos no pueden hacer eso, amada. Los pasaportes viejos no pueden hacer eso. Oden. Quieren que me vaya como si yo no quisiera irme, entonces le digo me voy. Pero al primero quinto paso corren a buscarme para que les planche el aire, les abra una zanja donde han de cruzar sus trajes. Ayer fue lo mismo, entendí claramente, quieren que me vaya, eso es lo que decían mientras cuidaba de sus niños. Yo jugaba lo que en Alto Volta se jugaba. Ejemplo, la silla se llama lavabo, la puerta sardina, la mesa vajilla y los zapatos cadira. Entonces los niños gritaban, amarillo, ábrenos la sardina.
era un juego y dijeron que me fuera, que tenía que enseñarles las palabras como se debían. Ejemplo, abrir la boca se dice reír. Por dentro y por fuera. O sea, estuvo muchos años extrayendo heces, aunque vamos, todos le decíamos el saca mierdas, que traducido a su idioma vendría a ser ducha fría o saca piedras. Convengamos que la mierda es memoria del mismo modo que una palabra es la memoria de su significado. Repetía haciéndose el interesante, abriendo o cerrando el peso de las naranjas de Ann Michels con dibujos de John Berger. Pero vamos, un trabajo de mierda. Para colmo en negro, como la mierda negra, ¿cómo explicarlo en nuestra lengua? Se podría traducir como un trabajo verdaderamente ingrato. Y aunque usaba un traje, guantes, máscara y un lindo casco verde, hería por dentro y por fuera. De hecho, yo fui el que le puse el por dentro y por fuera, que en nuestro idioma significa algo así como el fétido externo ensombrece al fétido interno, amalgamándose hasta la hediondez extrema. El punto es que se pasó sus buenos años absorbiendo aquello y ya se sabe, aunque las moscas cambien, las piedras siempre serán las mismas. Y de esas frases que soltaba como para su redención futura, fue quedando un fatal cansancio obvio. Automáticas palabras, varilla, sonda, acople, llave inglesa, papel, residencia, quizás 15. Mucha mierda. Publicó algo y volvió al Alto Volta, pero olía mal. El caca blanca le apodó su familia, que viene a significar más o menos, sin certeza, alejándose o acercándose al campo semántico, aquel que trabajó como poeta para los que nos traen o nos quitan el trigo de la boca. O sea, pasavante. Vine a ver a mis amigos, me oyeron gritar por teléfono apretándome con furia el otro oído. Edgardo Dobri. No, si puedes quedarte, pero sucede, es decir, la casa está, digamos que no hay mucho por donde una o dos puedan veamos, es que estoy con un ritmo, digo, al mismo tiempo, con esto para allá, con lo otro preferiría, no, si puedes quedarte, pero sucede, decir, la casa está, digamos que no hay mucho por donde una o dos puedan veamos, es que estoy con un ritmo, digo, al mismo tiempo, con esto para allá, con lo otro preferiría, no, si puedes quedarte, pero sucede, decir, la casa está, digamos que no hay mucho por donde una o dos puedan veamos, es que estoy con un ritmo, digo, al mismo tiempo, con esto para allá, con lo otro preferiría, no. Pessoa. La belleza es griega, pero la conciencia de que sea griega es neerlandesa. Nada es, todo se otrea. Arthur. Para los alemanes es incluso bueno que las palabras sean algo largas, pues como son tardos de pensamiento, así disponen de tiempo para reflexionar. Qué poca honradez hay entre los escritores. Se hace patente la desvergüenza con que desfalsean sus citas de escritos ajenos. Pasajes de mis obras las encuentro completamente desfigurados. Los franceses, incluidas las academias, dan a la lengua griega un trato ultrajante. Toman de ellas palabras para desfigurarlas. Escriben, por ejemplo, étiologie, esthétique o también Oedipe, Andromaque, etc. Es decir, escriben las palabras griegas tal y como lo haría un gañán francés que las hubiese oído pronunciar a otros. Ver maltratada la lengua griega a favor de una jerga tan repugnante como es de suyo la francesa, este italiano echado a perder de la manera más repugnante, con las largas y repulsivas sílabas finales y el sonido nasal, es un espectáculo comparable al que ofrece una araña de las Indias occidentales cuando se come un colibrí o un sapo cuando engulle a una mariposa. Qué poca honradez hay entre los escritores. Se hace patente la desvergüenza con que falsean sus citas de escritos ajenos. Pasajes de mis obras los encuentro completamente desfigurados. Un perla. Un perla de cuidado te responde, así se habla, cuando lo insultas.
Pone caras cuando le relatas la muerte de tu madre y escupe el suelo que lustraste. Dice haber leído los libros que te hurtaron y anticipa la muerte de tu perro después de una larga enfermedad. Se ufana que intercede por ti, que no deja de interceder por ti, que nunca dejará de interceder por ti, para que no te den doble carga laboral. Y escribe un oficio donde te acusa de perder el tiempo organizando campañas del sobre fraudulentas. Te invita a un café para aclarar que confundió la Z de tu nombre y que acusó al equivocado. Jura que enmendará el error, que hará justicia, que quiere suicidarse. Poco después rompen risa entre tus pares, detallando tu cara con su broma espontánea. Te pide tiempo y no deja de hablar de las distintas concepciones del tiempo y de llamarse Hernán Soruco Cardemil. Un aliante. Un aliante de temer, loca de las carteras, de la ubicuidad, Lupita Ferrer. Prepara consomés, condumios de neceser, se sobremaquilla gritando, se sobreafecta planteando, se sobresale informando. Reprueba el examen de socialité, pero lame lo que tiene que lamer. Busca palco, peor, es una trepa de temer. Sus tonos son altos, sus tacos son altos, vocea por nada, irrumpe por todo, se codea, se cuela, se pone, se ofrece para organizar, para segregar, para reaparecer, para reestructurar, para patrocinar. Denle poder. A Stephanie de Cante y Pedro Araya. Me gusta que los niños lloren porque se los llevan. Ese exagera, se engola y opina, expone. Un caso que dice es emblemático. Su argumento avanza y se interrumpe a sí mismo con una chanza por lo general inentendible, por lo general ofensiva, cantinflea, driblea, dobla, sube el tono, logra hacerse entender, pide perdón por la insistencia, colabora con frases como no es óbice para no festejarlo. La gallina es la estrategia del huevo para hacer más huevos. Pone comas cuando es cuestión de estilo. Su ansiedad lo hace ganar peso. Imita a la cajera hablando con la cajera. No se le ocurre nada más que comprar frutos secos, que ir al médico por su gastritis, por sus problemas sebáceos, por su bruxismo. Quiere usar lentes y no los necesita. Pide la palabra y cita erradamente a George Simmel, a Germán Aristizábal. No le prestan atención. Cuenta sus problemas con paradigmas epistemológicos que no ha traducido bien. Llama la atención, logra que le sigan una idea pertinaz y antojadiza que se rehúsa a desarrollar según confidencia. Por falta de bibliografía, por falta de buenas bibliotecas, por falta de buenos editores, por falta de buenos investigadores, por falta de locales nocturnos. En conciertos de cámara, tararea, golpea la butaca delantera, con su pie, con el programa, con su llavero. Lo eligen para comités insignificantes. ¿Qué cultura, qué extensión, qué amigos del Museum Plain acepta? ¿Le regalan una entrada al cine? La extravía. Paremia. Pero ponte en mi lugar, pero es que ponte en mi lugar, es lo que te digo, ponte en mi lugar. Encuentra justo que no se ponga en mi lugar y me pida a mí solamente que haga el esfuerzo de ponerme en su lugar sin molestarse siquiera, en ponerse en mi lugar y pedir y pedir y pedir y pedir que solo se pongan en su lugar. Dios mío, qué lío quien fuera blanco, aunque fuese catalán. Ve que soy su madre, ve que la visión suya está borrosa, no ve, terminar sería la cola, sacaría lastimarse por la pura, no ve, ve, hasta aquí su labio dice que está entero, ¿y para qué nos pega con el cable? Ve que distorsiona. No le niego nada, usted me ve, pero martillar la puerta, vender la ropa, robar botellas, no es lo sano, ve. Si le falta tratamiento, debió haber avisado. ¿No ve que acaso soy la única que sufro? Y si le busco algo, tendría que buscarle. Pero si no mueve el dedo, ve. Son muchos los esfuerzos que se hacen. No suba a la tele. Si no me oye, ve.
Si cuando le hablo, ve, no me va a salir hoy día sábado y me va a almorzar la carbonada. Ve que todavía está creciendo, no ve que está como una cana. Tiene que esforzarse, ve. Ya, levántese. ¿Quiere que le prenda el cáliz? Heribert Barrera. Hay muchas maneras de hacer infelices a los hombres. Una de ellas es visitándolos. ...1999-2011... Querido Leopold, lee esto muy, muy despacio, y créeme que no tengo otra forma de decirlo. Si hasta aquí has leído deprisa, te pido vuelvas a comenzar de nuevo. No me atrevo a pulsar tu número y quemar el poco aliento que nos queda. No seré quien arriba, no seré quien parte para quedar en la mitad y vacía. No te apresures, no te fíes de mi brevedad, porque este día pardo terminará en el mismo día pardo que persistirá inmutable en otro día pardo. Querido mío, hoy a las 4:30 de la madrugada nuestro hijo nos dejó. Sus ojos ya no muestran ni sienten dolor. Perdóname. He perdido un cuerpo para llegar y he perdido un cuerpo para regresar. Speak briefly. Oh. Ejemplos. A respira a veces, pero lo hace seguido. B lleva la lealtad de la sangre, pero tiene problemas de circulación. C no tiene pulso, son grumos del subconsciente. Para la pregunta 6, abre libros que solo te encuentren la razón. Lleva un espejo y lo miras para saber si todavía estás ahí. Y recuerda, la cocina está cerrada, pero te quedan las lágrimas. El problema 11. Hay que sentarse en la palabra nefasto y funesto. Yo no ignoraría el gato negro y el pulgar y el índice que ahora te rebana la sierra de calar y tus pensamientos que dicen me acabo de cortar los dedos con la sierra de calar, me acabo de cortar los dedos con la sierra de calar. Y tampoco a tu colega que dice, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Y menos a tu madre que corre hacia la calle y se echa a llorar.
salen siempre, menos mal que son las mismas. Enfermedad, deslealtad del cuerpo frente al espíritu. Enfermedad, una quemazón en las comisuras. Enfermedad, un baile entre dos silencios. Ejemplos para el temario 33. La última se completa así. Todos corren hacia el anonimato, solo que los traductores llegan un poco antes. ¿Me harás el favor de leer esto una segunda vez? Yo lo reescribí dos veces. Muchas gracias. Voor Peter Verhelst is scheppen vernietigen. Motieven en beelden haken in zijn poëzie in elkaar, stoten elkaar af, heffen elkaar op. Verhelst staat afkerig tegenover begrippen als eenheid en begrijpelijkheid en laat taal liever ontsporen dan dat hij de lezer braafjes bij de hand neemt. Zijn bundels worden weer barstig en zinnelijk genoemd. Baden in apocalyptische sfeer staan bol van verwijzingen naar literatuur, beeldende kunst, dans, theater, muziek en klassieke mythologie. Hoewel hij door de kritiek gerekend wordt tot de esthetische tak van het postmodernisme, heeft hij zich altijd fel verzet tegen dat label. In 1994 verklaarde hij zichzelf dood als dichter. Maar sinds 2003 zijn er toch weer bundels verschenen. Die wederopstanding resulteerde onder andere in Wij Totale Vlam uit 2014, dat genomineerd werd voor de VSB Poëzieprijs en bekroond werd met de Herman de Koningprijs. Volgens de jury van de VSB laat Verhelst op deze reis met een geliefde alle hoeken van elke betekenis dansen. Het refereert aan een titel uit een van de gedichten uit de bundel. Toen directeur van Poetry International Bas Kwakman in de Poëziekrant werd gevraagd welke bundel hij aan iemand zou willen schenken, zei hij Wij Totale Vlam van Peter Verhelst aan Hillary Clinton. Daar gaan we het straks maar eens over hebben, denk ik. Voor Peter Verhelst, creation equals destruction. His motives and images interlock, repel and cancel each other out. Verhelst's work is immune to notions such as unity and comprehensibility. Rather than taking the reader by the hand, he prefers instead for his language to derail. His poetry is considered intractable and sensual, bathed in apocalyptic atmosphere and brimming with references to literature, the visual arts, dance, theater, music, and classical mythology. Even though Verhelst pronounced the poet Verhelst dead in 1994, more collections appeared after 2003. In contrast to the rigorous form experimentation of his earlier collections, the poems in the first new collection after his poetic comeback seem to veer closer towards the traditional. He has since written about romantic love and sonnets that are completely stripped of irony. His latest collection, We Total Flame, was published in 2014. A jury wrote about it, "On this journey with the beloved, he lets all corners of each meaning dance, like the fireflies on the book's cover." When Bas Kwakman, director of Poetry International, was asked which book he would like to give away in the Belgian magazine De Poëziekrant, he answered, "We, Total Flame by Peter Verhelst to Hillary Clinton." No reason was given. Please give a warm hand to the resurrected and presidential poet, Peter Verhelst. Goedenavond. Het zijn alleen maar sombere gedichten, dus bereid u voor. Heb door moerassen gewaad, al dan niet menselijk. Heb door bossen gewaad, door velden vol spinrag. Heb dagenlang in de vlakte gestaan met uitgestrekte armen, ingestreken met lijm of speeksel.
en werd bezocht door alles wat vleugels had. Heb gegrepen wat ik kon en begrepen wat ik niet kon vergeten. Ben nooit eenzaam geweest, heb het nochtans geprobeerd. Het was sterker dan mezelf. Heb het mezelf nooit leren vergeven. Ben door de ene mond naar binnen gekomen en door de andere mond naar buiten geworpen. En ondertussen werd ik bekleed met alles wat ik niet kon vergeten. Heb eindelijk beseft dat er niets te beseffen valt, behalve de drang om op en neer te springen, onophoudelijk en koppig op en neer te springen, voorbij de reden en voorbij vermoeidheid en voorbij hoop. En dan in die beweging mijn beide handen naar u op te houden. En het besef dat nooit iets u ertoe kon brengen om ooit, al was het maar één keer, één vinger naar mij uit te steken. Weet jij al? Op wie wil je lijken als ze je vinden? Je staat naast een auto op een heuvel en er is geen wonder. Verlies dit en verlies ook dat. Heeft het een naam als het zich aan je geeft? De armen om je hals, de hielen ervan in je rug, wijd open. Dat was het wonder. Dat het zich zo graag helemaal verloor. Je loopt door het hoge gras alsof je een zee inloopt. Bij het weggaan zul je één keer omkijken en zijn je ogen lichtgevend. Je rijdt tussen zilverberken door naar waar het glinstert. Iets zachts in de lucht zingt dat zo'n tijd nooit meer weerkomt. Wat heb je gezien toen je daar was? Het is goed. Het zweeft boven het riet en het is goed naar de glinstering te kijken. Ik ben blij dat je. We hebben alles achtergelaten. We voelen voor het eerst sinds lang iets. We gaan in de vlakte zwemmen. Ja, laat ons duiken. En daarna ga je op je rug liggen op het rotsblok met je ogen wijd open. Ik dacht, het was sterker dan mezelf. Wat als er toch niets? Wat als er niemand uit een andere ruimte of tijd? Wat als ik wakker word en merk dat jij er niet langer? Wat als er uiteindelijk helemaal niets? Alsof je je in een meer laat zakken, drijf je op je rug wijd open. Je vingers bewegen. Het kan toch niet dat dit je vingers bewegen? Je ligt diep op de bodem en uit je mond komt van zo diep komt het uit je, heel traag. Ik dacht, ik kon niet anders. Als ze maar nooit, als ik maar ooit iets kan worden van wat jij wilt. Van zo diep komt het uit je ooghoeken en uit je mondhoeken en uit je onderrug, uit je buik. Je vingertoppen bewegen, je brekende ogen. Wil je dat altijd voor me blijven doen, die brekende ogen en die vingers? Jij kijkt, leunend op je ellebogen, wijd open. Glimlachend blijf zo kijken. Alsof je uit een pop, nat nog, een vlinder ziet kruipen. Toen we uit het raam van de hotelkamer. Dat is geschreven bij werk van Robert de Vriend. Een Vlaamse kunstenaar die zulke schilderijen maakt. Ja. En soms hangt hij er twee naast elkaar, soms drie. En het lijken dan telkens fragmenten uit een soort film zonder... Enfin, uit de film. Toen uit het raam van de hotelkamer. Handpalmen tegen het glas. Diep in de nacht kijken we naar de gletsjer. Twee rookslierten die eeuwig nodig hadden om te verstrengelen tegen de bergwand. Wat we zien, wat we willen zien, is de traagste vorm van lava die we willen zijn. Mijn wang, enkele millimeters van jouw wang en jij beweegt je hoofd als wentel je het naar de eerste zon. Twee keien van zacht vlees, zich oneindig traag tegen elkaar wrijvend, in de hoop ooit die ene vonk, ooit dat minuscule kloppen, dat open en dichtgaan van een vliesdun hart dat uit het ijs tevoorschijn wordt geademd. Dat dit
ons hart kan zijn. Dit ademen, dit pompen van de een naar de ander. Dit eeuwenlange wachten. Wie als eerste zal bewegen, wie glimlachte. Het drinken van de adem. Dit vollopen met adem en dit leeglopen van kamers, van je aders. Het smelten van de kleine gletsjer die we zijn. Dit trillen waar we van dromen, van iets eenvoudigs. Adem knisperend boven ijs. Gezangen, pure bronnen, gijzers, nieuwe regenbogen. De prachtige lawine die zoiets veroorzaakt. Being in love veroorzaakt dat soort gedichten. Ach, lamento, meestal gevolgd inderdaad door een lamento. Drie lamento-gedichten, dat is de verhouding. Nu de avond, die één avond toen het licht zo dun, zo zou vanaf nu de avond zijn en dit het meer waar wij ooit. De houten ponton waar jij nu over het water uitkijkend naar een neerstrijkende vogel. Altijd de laatste kraanvogel die een steen in het water, het laatste zonlicht. Een zilveren mes dun gewreven op de berg. Hoe je over je schouder, over het water, op de houten ponton. Het meer waar de kraanvogel aankomt zeilen. Het opspattende water. De ponton waar je in het avondlicht over je schouder van me wegkijkt. Waar ik naar de kraanvogel wees. Toen dachten we nog. Toen hoorden we water opspatten. En tegelijk keken we. De ruk van je haren, je hoofd van me weg. Alsof je uit je ene hand een glas liet vallen. De andere hand op mijn schouder. Even nog aan het meer. Toen het water als oud zilver. Toen je jurk op de houten ponton. Waarna we voor elkaar stonden. En jij over je schouder bleef kijken. Nauwelijks van de lucht te onderscheiden. Van het zwart van het water weldra stonden we voor elkaar, bijna tegen elkaar aan, nog even en we zouden, nog even je hand op mijn schouder. De zon in de bergen uitgelopen, hoe we op de rand van de ponton het donker helemaal van het zwart van het water, tot ook het water en de bergen, tot je jezelf van me wegkeek, van de wereld weg, tot ook het denken aan het meer en het water. En de bergen, tot wij niet langer, tot ook het denken aan ons niet langer. Traag over de ponton stroomt het water, de jurk, de ponton, een ponton van zout in het water. Dit gedicht is geschreven voor Leonard Nolus, toen hij 65 werd. It's written for... a Flemish poet called Leonard Nolus. Man aan het water, wind op het water. Dat de man denkt dat de wind een hand is. Hij draait zijn wang naar de zon. Kijk niet in de zon, denkt de man. En hij kijkt in de zon. Zo is de man. Lang zwart haar zwevend in de lucht. Alsof een bed werd opengeslagen na al die jaren. Heeft die kras al die jaren in het laken gezeten? Hadden we maar. Hadden we elkaar altijd maar. Een haar in de lucht boven de man aan het water. De zon op zijn hemd alsof zijn borst in brand staat. De man die zingt in de branding, zijn hand van zijn borst naar zijn hoofd, trekt een zwart haar uit zijn mond, al maar langer. Alsof hij van binnenuit, alsof hij zich als een wollen jurk uitrafelt, al maar kleiner. Zich binnenste buiten, tot hij bloot, tot zijn knieën in het water, dubbel gevouwen, haar jurk, zingt hij, haar jurk. Voorovergebogen draait hij zijn handen, alsof hij iets de nek omwringt. Zijn handen draaien de lucht in de vorm van een fles, alsof die fles aangespoeld. Alsof hij met die fles terug kan naar de plek, naar de hand die de fles heeft gegooid die eerste keer. Haar jurk, de mond die ze opduwde als naar de zon, zich helemaal van kop tot teen opduwend. Om hem aan zijn tong, bijtend in zijn tong.
De laatste zon op het water, smeulend. Zo mooi dat we er nog altijd aan denken. Oranjevouw in het water, hem bijtend in zijn tong het water intrekt. Hij haar met zijn voorhoofd, zo mooi dat we altijd zullen denken. Hij haar met zijn voorhoofd het water induwt. En het laatste scherfje oranje. De jurk en de broek en het hemd in de branding. Als een hand over een wang die er niet langer is, strijkt de wind over het water. Nog drie. Lamento vier. Is geschreven voor Johan Taal, een Belgisch beeldhouwer. Hij heeft hier een aantal beelden in Nederland staan, ook in Den Haag, ergens in het financieel centrum. Niet toevallig een beeld van 6 meter hoog. Het kon niet op. Een man, een beeld met hele smalle voetjes. Ooit, ja. Een man staat in het water te kijken naar een vrouw. Als rookwolkjes vallen kraaien uit de lucht en vormen een zwarte wiegende boomkruin. Op het water drijft die wolk naar huis. Maar waar is ons huis nog? De man en de vrouw staan zonder te bewegen naar elkaar te kijken. Onder de leverkleurige lucht alsof er sneeuw op komst is. Bestaat er een gedroomd december voor ons, waarin we 's nachts urenlang naar het opstijven van de paarlemoeren tuin met zilveren vijver zouden kijken. Hoe de man en de vrouw elkaar aankijken zonder te bewegen. Hun adem in wolkjes alsof ze staan te roken. Alsof enkel door aan haar te denken uit de mond van de man een wazige vrouw opkringelt en uit de mond van de vrouw een wazige man en dat ze die enkel door te ademen naar elkaar toe blazen. Gedroomde slierden die elkaar als twee gerafelde kledingstukken waaruit 2 x 10 vingers en 2 halzen, 2 monden alsof 2 bleke lichamen tegen elkaar op elkaar in, als haren in een vlecht verstrengelen. We zouden het liefde kunnen noemen. Maar hoe heet dat flonkeren nog tussen hun monden? In de laatste zon staan in het water een man en een vrouw naar elkaar te kijken. Als in een nieuwe zon een vrouw en een man die enkel door elkaar in vuur en vlam te kijken hun naam kunnen uitspreken. Om zichzelf die op het water uit te zien wissen. Weet je nog? Weet je nog toen we op de toppen van onze tenen op de rand van een berg leek het wel? Die keer dat we jubelend 1 seconde, niet langer, enkele millimeters over de rand leken we, nooit eerder dan tijdens die onsterfelijke, die ene ongelooflijke trilling, die er achteraf gezien misschien niet eens. Die ene vlam die uit ons opschoot, zeiden we, of die we hadden kunnen zijn, dachten we. Buiten adem, die seconde die eeuwig leek, dat dansen, dat juichen. En we de seconde erna al, hoe is het mogelijk, dachten we. En dat we ons nooit eerder zo overvol, hoe we wisten dat we vanaf nu, elke seconde verder, weet je nog, hoe, zeiden we soms. Dat we wisten dat we nooit meer, dat we er altijd aan zouden denken, hoe de lont vanaf nu verder, al maar verder, onherroepelijk elke millimeter, 1 millimeter dichter bij die andere, die totale vlam, die ons vanaf nu in een totaal andere vorm begon te likken. Voor het vergeten. Zolang we niet vergeten, gaat niets verloren. Laten we dus vergeten. Maar alleen zoals we door te praten iets uiterst traag kunnen laten verdwijnen. Daar zie je het. Zie je het nog nauwelijks tegen de zon in. Zolang we niet vergeten dat iets verloren mag gaan, eindelijk. Zoals er een zwijgen bestaat dat tegelijk een vorm is van zingen, dat een vorm is van dragen. Een lichaam zo te dragen dat het door ons heen
alsof het uiterst traag voorovervalt. Iets als glas onder vel broos glas. Misschien is dat het lichaam dat als een wijnglas zingend, zwijgend gedragen wil worden. Dat wij het zo in de lucht heffen, dat het al maar lichter wordt. Daar zie je het. Zie je het nog? Nauwelijks tegen de zon in. Misschien brengen de kleuren waarin het licht breekt ons naar huis terug. Dank u. Om te komen zitten. Hier te komen zitten. Janko, may I invite you to the stage and we'll deal. Als jij daar wil gaan zitten. Okay. So first a question to the both of you. Maybe I start with Peter. Peter, have you ever cheated at school? Yeah. Yes, and what were your ways of cheating? I used my neighbor. he was good at mathematics, so he made my exams. And Janko, I mean, I'm asking this because I saw you with all the small papers, of course. Did you do this at school? Cheat? Sí, lo hacía. Lo hacía cuando estaba estudiando los torpedos, así se llama en Chile. Sí. So yes, sí. He did during his studies, and in Chile they're called torpedos. Yeah. Torpedos. Why? En España chuletas. ¿Por qué se llaman torpedos en Chile? Sí, yo creo que van van tomando distintas denominaciones según creo yo. La imaginación y la creatividad de los que quieren hacer trampa, ¿no? So he's saying that he was giving another example, chuletas in Spain. Chuleta en España. And the idea is that the name of speak brief or cheat sheets change according to the creativity of yeah. But the torpedo, is that specifically for the pen? No. Puede ser, exacto, puede ser cualquier modalidad como las que he mostrado ahora. Yeah, so it could be any of the examples he showed us. Depende de la creatividad. Yeah. It's a question of creativity. Yeah. And of wanting to, cheat. But were you aware that you were actually doing something? I mean, at the same time as we're sitting here in the big auditorium, there's a program about the location of poetry in the brain. And the academic already was talking about this in the afternoon during the Poetry Cafe. And he said that while we are reading poetry, we're using different parts of our brain, and not only the language part. We're also using the motoric part. So while you were using this and doing this, it was very logical for our poetic brain. ¿Entendiste la pregunta? Es que en la otra sala había como una ponencia sobre el lugar de la poesía y el cerebro, ¿no? Y entonces él como que nos explicó que no solamente tiene que ver con el pensamiento, sino también con lo motórico. Y que eso es justamente, según Chit, lo que estabas haciendo ahora, ¿no? Combinando. Sí, creo que es un poco también este el proyecto, digamos, en el que estoy trabajando. Que trabaja sobre el continente y el contenido, porque justamente lo motor, ¿no? el movimiento, sobre todo del cuerpo, al hacer los torpedos, hay que escribir muy pequeñito, ¿sí? Al imaginar el cómo engañar también al profesor, ¿no? Can you try to so that is actually the essence of the project, to combine continente contenido, dijiste. Can I translate it as form and content? Yeah. So it's also
the idea of the movement and using the body, and then he gave this example that you have to write it actually in a very small handwriting because you are limited because of the paper you use. eso hace que creo yo que la que la posibilidad de la poesía no solo se abra, sino sea generativa y exponencial, es decir, que produzca más poesía, ¿no? Que se produzca en densidad y también en cantidad. ¿No? Lo kinésico, el movimiento, ¿no? Creo yo que se potencia con la sola escritura, ¿no? Con el solo hecho de escribir. Okay, so if I understand him correctly, the idea is that movement actually is very important in the whole creative process of not writing but creating poetry. Then, and yeah. So it's productive in a way. Yeah. Oh, but while you're writing, are you moving? Yeah. Are you walking around in the room? Yeah. Bueno, sí, no solo eso, pero es sobre todo el acto de manipular los objetos, ¿no? Para colocar ahí el torpedo, ¿no? Para colocar ahí el torpedo y ingeniarse la manera de cómo colocarlo. Pero entonces también es la limitación, lo que genera la poesía. Sí, sí. Okay. Sí, exactamente. Okay. So yeah, so it's not that he's so much moving around, but it's like trying to fit everything into this very small thing, and you have to be very creative about it, and that makes it actually flow more. So the limitation makes it. Right. Yeah. Yeah. While we're talking about this, I was suddenly thinking that you have also used a lot of movement, Peter, in one of your plays. And maybe that's an interesting story to share, because Janko hasn't seen it. The Verhalenbordeel? Okay, yeah, that's a long time ago. Yeah. What happened during the Verhalenbordeel? Oh. It's about text and movement. Yeah, people were blindfolded in a gentle way. And then a red book, no. And so blindfolded, and they were lying on a bed. And then they didn't see who was talking to them. And then we had specially trained and selected boys and girls whispering the poems into their ears, but also touching them, giving them small massage. And it worked. Did you understand? Maybe we should translate. Yeah, so it's was it a performance? Yeah, it was a theater play. A theater play. Okay. No, una obra de teatro que si lo traduzco es prostíbulo de historia. Prostíbulo de historia. Yeah. And the people that were blindfolded, that was the public, or yeah, that's the public. Okay. Wow. Yeah, yeah. Okay. Entonces el público no podía ver nada. Y entonces los actores murmuraban los poemas y al mismo tiempo tocaban a los participantes del público. Okay. Yeah. So afterwards the public came with flowers and asked them to marry. They didn't. I know, because I was one of those people in the audience. Okay. And I was taken to this bed by this beautiful woman that took my hand and but made it move over her neck and yes, and they. No, that's they didn't do that. No, and here. Do yeah. Yes, chest. Here. And the weird thing is that by putting your hand here, your hand doesn't know anymore, and you do this and not this. Ah. Yes, and you could feel the heart and it worked. Yeah. I remember she took my hand and her neck. And I was like, am I supposed to do something now? Yeah, I don't want to be, you know, inappropriate. And of course, when I left the place, I was in love with her. And then I went back to my wife. It's also very That's culture. That's culture. But it's language and movement and how they work together. I thought that was interesting around these links. So Peter, Bas wants to give your book away to Hillary Clinton. How is it going to benefit Hillary Clinton? I have no idea what it would help her.
Is there no hope for Hillary Clinton? No, there are worse things to happen to the world than Hillary Clinton, I think. But I have no idea what he means. He's not in the room, is he? I don't know. No, he's in the brain room, I think. I really don't know how it could change anything. I don't know. Janko, do you think Hillary Clinton can be saved by a book? Maybe. Okay, let's move on. Janko, you mentioned the Dutch language in that poem, Pessoa. Mm. What is so Dutch about that? Was it the consciousness of Greek? What do you consider to be Dutch? And then we can see if the Flemish think right. Que está ahí, bueno, va, lo he explicado otras veces. Quizás la clave está en el remate de ese poema que dice nada es, todo se otrea, y por lo tanto cada lugar en que ese poema es leído fuera de Chile cambia el país al cual se hace referencia en el primer verso. Okay, so actually the key to the poem is the second verse, where it says, I think in the English translation, nothing is, everything diverges, nichts ist, alles andert. Yeah. So this poem actually changes all the time. So wherever, when he reads it outside of Chile, he will adapt this, where it now says Dutch or Netherlands, to a different context. Yeah. So. Ahora se quedó aquí, ese poema. So now it's here. Will it stay here? Y se va a quedar. Y se va a quedar aquí. Okay, so, well, for now, this conscious is Dutch, apparently. Janko, you did research. Are you still doing academic research? Yeah. And what is the area of your research? Yo estudio antropología histórica de la juventud. Eso es a lo que me dedico en investigación. Historia de antropología. Ahora estudio a quienes fueron jóvenes en la década del 50, 60 y 70 en América Latina y particularmente en Chile, a través de biografías. And now he's studying the boys, girls, groups, subculture. Okay, so subcultures of those who were young in the 50s, 60s and 70s in Latin America, but especially in Chile. Yeah. Through biographies. Yeah, a través de biografías, sí. Pero también sigo investigando en poesía y en literatura chilena. And at the same time he's also researching or investigating poetry and Chilean literature. Sí, no he tenido problemas de reconciliar ambas pasiones, ¿no? En poesía se investiga sintiendo. Quizás esa es la diferencia. Okay, so yes, he has no trouble combining his two passions. Because poetry also is a way of learning, but then by feeling. So it's a way of acquiring knowledge through feeling. The poet Durs Grünbein, who's also reading at the festival, said poetry is a poetic thinking is like a mental floss. But do you think, this question to both of you, do you think you can see art as a form of research, similar to academic research? Can we find out anything through creating art? I don't think it has anything to do with academic research, but it's a way to make the world and our life more complex, in the sense, not more complicated, but
richer. We all know that academic research has its limits, of course, and life is bigger than that. And I think absolutely that poetry is a way of thinking, but in the widest sense of the word, not only the academic way of thinking, but body thinking, everything. Yes, absolutely. Yo creo que hay una simbiosis o hay un potenciamiento de la investigación en el ámbito creativo, artístico, con la llamada investigación científica. So there should be the possibility of combining, of having a symbiosis between academic research and creative research. Fundamentalmente por el poder cognitivo que tiene la metáfora. And here the metaphor is very important, and the cognitive power thank you, of a metaphor. So the metaphor could also help academic research. Es capaz de capturar la realidad amplificándola. So here you can, through metaphor, catch reality by making it broader, richer, by enriching it. Y por tanto, mintiendo puede llegar de manera más eficaz, no a la verdad, pero sí a la verosimilitud. So here it is by lying that it can actually get closer, not to a truth, but to verosimilitud. Ahora, como dice un futbolista de mi país, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. And now he is quoting a football player from his from Chile. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Okay, so I don't have to agree with what I think. Ah. I don't have. Yeah, I thought you wanted to. Yes, they had these. They tried this in Belgium, at universities, to have a collaboration. Artists could come into universities to get a degree of, what is it, doctor in arts, or doctor of arts, and to collaborate, to find new ways of thinking, because people, the only thing, we don't have anything in Belgium like coal or oil, we don't have anything. The only thing we have is chocolate and Marc Dutroux and... Helmut Lotti. Well, a lot of art also, but creativity, that's the only thing we can offer, we think, and football, of course. But yes, the creativity. Absolutely, and that's why they started working together, and they stopped after 2 years. Yeah, it didn't work in some way. But I'm very curious about it, the new ways of what you said, new ways of thinking, that didn't turn out very well. The research in the poetry in the brain did work out really well. What they also found is that music, when you're reading poetry, also the part of the where you once you listen to music, it gets activated. And Peter has a really nice website, and there you can find his biography, and if you find years, and then around 1980 you receive your first typewriter, I think. And you're listening to Scary Monsters, or should I say Scary Monsters by David Bowie came out, and Closer by Joy Division. And then 1981, Faith by The Cure, 1982, Pornography by The Cure. And then there's no more album titles in your biography. What happened to music in your life? I kept listening to the same music for 20 years. You only listened to 4 albums. Yeah. That's it. But no. Very optimistic albums. It helped albums. Me to, I'm honest. This, yeah, yeah, I believe I put it on the side because it helped me to find a language. Really, right. Joy Division was important, and the Sex Pistols and David Bowie, they helped me to find the first kind of language to write poetry, absolutely. And later on, there are so many. Yeah, of course, but it was just very strange. All of a sudden, the title stopped, and but it was obvious that those were big events in your life. Absolutely. Janko, did you have any such big events? Acontecimientos en tu vida? Sí, relacionados con...
o por lo menos la, el reloj musical, ¿no? Possible, yeah. No sé si te voy a contestar la pregunta, pero creo que la música es extraordinariamente importante para escribir poesía, porque creo que fundamentalmente la poesía es una indecisión entre sentido y sonido. Can y el, I try to translate that? Okay. So he started by saying that he's not sure if he will answer your question, but that he thinks music is very important because poetry is about this uncertainty or mm-hmm. between sentido y sonido, so meaning and sound. Entre sentido y sonido, el poeta tiene que resolver cómo va a construir, digamos, ese objeto sin que se traicione al sonido y sin que se traicione al sentido. Por lo tanto, el poeta siempre anda en una cuerda floja, ¿no? So yeah, so in between this sound and meaning, the poet has to find a way of constructing his object without betraying either the sound or the meaning, and that's why he's on a slop court, which I don't know how to say in English. How do you say that? Which is difficult. Tightrope. Yeah. I think so. I think it's a tightrope. We've come to the end of the program. Okay. We're all the way into the break, so we have to stop. But it was nice because we started with cheating and then we ended with not betraying, which is a nice little circle. Very happy with that. Thank you very much, Peter Verhelst, Janko González, and Bodil Kok. Thank you very much. Pause.